Het onder druk zetten van je tegenstander in een debat of discussie noemen we het argumentum ad baculum. Letterlijk betekent dit het argument van de stok en het slaat op het dreigen met geweld of negatieve gevolgen. Hiermee zet je ontoelaatbare druk op je tegenstander in een debat of discussie. Maar meestal wordt het argumentum ad baculum subtiel ingezet. In plaats van een directe dreiging met geweld. Wordt er gewezen op de mogelijke negatieve gevolgen van iemands standpunt of gedrag. Neem het voorbeeld van een kritische vergaderdeelnemer die door zijn manager die de vergadering leidt, misschien half grappend toegeworpen krijgt. Zeg als jij zo doorgaat, dan kun je die promotie wel vergeten. Tja, neem dan nog maar eens een kritisch standpunt in. Een ander voorbeeld. Neem deze meneer. Alleid Wolse voormalig burgemeester in Utrecht. In 2009 verzocht hij met succes de hoofdredactie van Huis aan Huisblad Ons Utrecht om een kritisch artikel over hem niet te verspreiden. Naar nou verluidt deed hij dat door te dreigen met een verstoring van de relatie. Tja, in dat geval diende dus het advertentiebudget van de gemeente Utrecht als de spreekwoordelijke stok. Dreigen met negatieve gevolgen is dus een drogreden die vaak subtiel wordt toegepast, maar wel een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting vormt. Helaas kun je er als bedreigde partij vrij weinig tegen doen. Jouw hulp moet vooral van buiten komen, omdat je als bedreigde partij letterlijk en figuurlijk machteloos staat.